In de Ocean, bij de Rogge, bereiden de verzorgers zich voor op een ingewikkelde operatie. We gaan vandaag een adelaarsrog vangen. Een van de grootste adelaarsroggen die we hebben. Samen met een andere is het de grootste. Maar die gaat namelijk op transport volgende week naar Kopenhagen. We gaan namelijk kijken of we de groep samenstelling... We hebben nu 4 grote volwassen vrouwen en 2 volwassen mannen. Of we die groepsamenstelling voor de toekomst wat veiliger gaan stellen. We willen namelijk wat jongen houden en we moeten daardoor wat ruimte maken. En daardoor gaat een van de grote dames gaat naar een ander aquarium toe. En daarvoor worden duikers ingezet. Vanuit het plafond wordt er net het water ingelaten. Het is de bedoeling dat de rog, genaamd nummer 5, zelf in de afzetting zal zwemmen. De duikers zullen aan beide kanten van het net goed in de gaten moeten houden welke rog aankomt zwemmen en welke rog er weer uit mag. Zet nu een pijlstaartrog in. Ja. Maar hoe weet je nou welke de juiste is? Er zwemmen 6 roggen in het bassin en die zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden. Adelaarsroggen lijken natuurlijk allemaal op elkaar, maar toch zitten er wel kleine verschillen in. Hè. Sommige hebben een klein randje die een beetje lichter van kleur is. Sommige zijn wat bruin, sommige zijn wat zwarter. Sommige zijn mannetje, sommige zijn vrouwtje. Dat kan je ook, als je een beetje getraind bent, van bovenaf goed zien. Sommige zijn wat kleiner, sommige zijn wat groter. Dus daar kan je aan herkennen wie wie is. Ik kan het niet zien. Oké, dan moeten we die niet hebben. Lijkt op nummer 9. Mark, pas op. Nari, voor je. Als het goed is, is nummer 5 er weer in. Ja, dicht. Gooi maar dicht, Marleen. En dan moet de rog uit het water getild worden. Ja. Ze blijft mooi rustig en het vangnet kan eenvoudig onder haar door worden geschoven. Hij zit er nu in. Omhoog. Oké. En voordat ze naar een apart bassin wordt gebracht, moet er eerst een voorzorgsmaatregel worden genomen. Haar giftige stekel moet worden afgeknipt. Dit wordt gedaan voor DNA-onderzoek. Om de stekel zit een heel dun laagje huid, waaruit het DNA bepaald kan worden. De rog die we nu ontvangen zijn, dat is een adelaarsrog. Die hebben giftige stekels aan de basis van de staart. Daarnaast hebben ze nog een hele lange staart. Dit dier heeft zo'n 2,5 meter, bijna 3 meter lange staart. Heel dun, gevoelige staart. Die is niet giftig. Het zijn de stekels die vooraan de staart zitten. Ja, ik vind dit genoeg hoor. Ik heb genoeg, jongens. Straks zie je hoe het afloopt. Nu de rog is gevangen, is het zaak om haar zo snel mogelijk in het aparte bassin te krijgen. Oké. Oké, wij laten hem los. De verzorgers houden het gedrag van de rog oplettend in de gaten. Dat ziet er op zich goed uit hoe ze nu zwemt. Ze houdt de muren goed in de gaten. Ja, dit was wel even heftig, maar dat ging wel goed volgens mij. De volgende dag wordt de adelaarsrog weer uit het water getakeld. Ze gaat vandaag op transport naar Kopenhagen en dat is een risicovolle operatie. Het ruim 1,5 meter brede dier moet in een rond net gevangen worden en omhoog worden getakeld. Het is belangrijk dat dit zo soepel mogelijk gebeurt, ook al heeft het dier er natuurlijk niet zoveel zin in. Ieder transport wat je doet met een dier heeft natuurlijk risico. Alleen als je een heel relaxed dier hebt, een heel makkelijk dier hebt die gewoon in de kist loopt en daar gaat liggen slapen, ja, dan is het natuurlijk een heel makkelijk transport. Dit zijn dieren die eigenlijk het liefst willen zwemmen. Daarom is het zaak om de adelaarsrog zo snel mogelijk naar de kist met water te brengen. De rog zit bijna in het transportbassin. Toch is het risico nog niet geweken. Ook in het bassin kan ze in de problemen komen. Op het moment dat ze gaan liggen op de grond, moeten wij ervoor zorgen dat ze toch genoeg zuurstof binnenkrijgen. He, normaal zwemmen ze en dan krijgen ze veel makkelijker water langs hun kieuwen en kunnen ze heel makkelijk ademhalen. En op het moment dat ze op de grond gaan liggen, moeten ze zelf pompen om maar genoeg water langs die kieuwen te brengen en zo te ademen. Nou, op het moment dat wij tijdens het transport het zuurstofgehalte een heel stuk omhoog halen, hebben ze gewoon niet zo heel veel water nodig om goed te kunnen ademen. Dus
Die voorwaarden zijn wel heel belangrijk bij zo'n transport. En het geeft stress. Het kan natuurlijk altijd kan een dier daaraan overlijden. Maar we proberen toch op allerlei manieren zo klein mogelijk te maken, die stress. Gelukkig is het transport goed verlopen en is de adelaarsrog veilig in het dierenpark in Kopenhagen aangekomen. 6 maanden later zijn er 2 gezonde jongen geboren.